gaat de ziel van Tilburg proeven, laten we het maar even zo zeggen. En dan wil ik het graag hebben over wat dan die ziel van zo'n stad is en wat de stad betekent. En jouw boek lezende, La Superba gaat over Genua, dus goed dat zeg ik er dan over waar je naartoe bent verhuisd. En ik vertel gewoon meteen wat ik uit dat boek heb gehaald. Het belangrijkste wat ik uit het boek heb gehaald is dat het niet zo makkelijk is om zomaar over de ziel van een stad te spreken. Maar dat de ziel van de stad misschien ook wel datgene is waarin je heel graag wil doordringen als je in zo'n stad bent. Je wil het wezen van die stad grijpen. En daarvoor moet je een bepaalde toegang zien te vinden. En die toegang is vaak niet eenvoudig. En die heeft vele, laten we zeggen, een stad heeft veel toegangen en veel poorten. En je laat ook veel facetten van Genua zien, waar je volgens mij al steeds probeert zelf in door te dringen. En de confrontatie die je daarin ziet, is dat je eigenlijk geconfronteerd wordt met je eigen ziel en met de eigen verlangens in je eigen ziel. Dus je beschrijft het ook als een soort innerlijk psychologisch proces, waarbij vaak de realiteit van de empirische gegevenheid van die stad een soort vermengd raakt met allerlei innerlijke psychologische fantasieën en allerlei processen, en dat je dat eigenlijk niet meer goed uit elkaar kunt trekken. Het is inderdaad waar dat ik ben nu hier een week inwoner van Tilburg. Met de zo goed als onmogelijke opdracht om de ziel van de stad te vinden, de ziel van Tilburg. En ik ben daar misschien net een beetje meer geschikt voor dan anderen, omdat ik heel erg gefascineerd ben door steden. En ik ben heel erg gefascineerd door wat je dan de ziel van een stad zou kunnen noemen, de sfeer, de verschillen tussen steden, de manier waarop mensen in steden leven, hoe ze steden ervaren. En daar moeten we misschien sowieso nog, zo meteen nog even beter over hebben, hoe je dan de ziel van een stad zou kunnen definiëren. En ik vond het interessant wat je zei over het boek, over La Superba, dat je zei dat je daaruit eigenlijk opmaakt dat de ziel van de stad datgene is waartoe je probeert door te dringen. En dat is ook zo. En wat ik wil dus schrijven is om al die verhalen over migratie te laten zien, te vertellen, zonder daar onmiddellijk een oordeel aan te verbinden. En ik wilde dat tegelijkertijd contrasteren, confronteren met mijn eigen verhaal, wat natuurlijk een soort van luxe immigratie is, als verwende noorderling naar het zuiden getrokken op zoek naar La Dolce Vita. En ik ben eigenlijk net zozeer als die andere immigranten op zoek naar een beter leven elders. En daarom heb ik ook heel bewust dat proces beschreven in dat boek, waarin je probeert door te dringen in zo'n wereld waarin je vermoedt dat je een beter leven zult kunnen krijgen. En zoals het in dat boek wordt beschreven, is dat ook inderdaad niet makkelijk. Want je probeert door te dringen tot een soort van ziel van de stad die je eigenlijk niet kent. Het is een soort van vermoeden, het is een soort van sfeer waar je je heel erg toe aangetrokken voelt. Maar het is niet helemaal gezegd dat alles precies zo is als je denkt dat het is. En ik heb zelf, los van het boek, in het boek heb ik dat heel erg gethematiseerd, maar het is wel degelijk gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Ik heb ontdekt dat het doordringen in zo'n stad een ontzettend langdurig proces is, dat misschien eigenlijk ook wel nooit ophoudt. Het is de fascinatie, datgene waartoe je probeert door te dringen, kun je dan misschien wel definiëren als, datgene waar je naar op zoek bent, kun je misschien wel definiëren als de ziel van een stad. Ik ben me er ook van bewust dat als de ziel van een stad is misschien zoals inwoners zelf hun eigen stad beleven. Ik bedoel, een stad zonder mensen die die stad waarnemen, beleven, daar plezier aan beleven of juist een hekel aan hebben. Een stad zonder dat alles heeft geen ziel. Een ziel zit in de manier zoals mensen ermee omgaan. En
ik heb nu al ontdekt, gemerkt dat, dat Tilburgers, Tilburgenaars op een heel fascinerende manier praten over hun eigen stad. Met een soort van, bijna een soort van haat-liefde verhouding tot die stad. Hoe je definieert wat een ziel van een stad zou zijn en hoe je, nou ja, zeg maar, hoe een stad eigenlijk, eigenlijk pas zin krijgt in de beleving van die stad. Daar ben ik het sowieso mee eens. Ja, ik denk dat een stad is, het is, nee, het is, ik kan het sowieso wel zeggen, het is iets van de mensen. Het is iets wat mensen zelf gemaakt hebben. Dus het bestaat zonder mensen, heeft het geen zin om over die stad te spreken. Nee, nee, dus daar ben ik het mee eens. Het enige, ik vind jouw verhaal over die asielzoeker, dat je, laten we zeggen, de structuur die dat heeft, is meer dan alleen asielzoekers die dat probleem hebben. Dus ik zou zeggen, voor mijn gevoel kan jouw personage zich daar ook mee identificeren met dat, als het ware, op zoek gaan naar een betere wereld. En dat als het ware, dat mijn vraag is dan steeds, ja, dat streven naar die betere wereld, dat zegt iets over je eigen ziel. Mm-hmm. In zover, en dan is het maar de vraag of er überhaupt iets kan zijn in de wereld of in een stad wat aan die oproep beantwoordt. Dus ik zou in de eerste plaats zeggen, er is nogal veel, ja, plat gezegd, afhankelijk van wat je van een stad vraagt. En dus dat is de ene kant, wat jij precies zoekt in de stad. Van de andere kant lijkt het toch zoiets te zijn dat een stad bepaalde dingen oproept. Of ja, dat gevoel dat je hebt dat je in een stad bent en dat je vanaf het eerste moment gegrepen wordt door zo'n stad. Ja, en dit is natuurlijk een wisselwerking. Het is inderdaad, de ziel van een stad is geen objectief gegeven. Dat wordt door iedereen anders ervaren. Ik bedoel, ook een bezoeker, een vreemdeling die binnen een stad komt, ervaart de manier zoals de bewoners hun eigen stad zien. Dat is dan misschien een soort van statistische constante. Maar verschillende buitenstaanders zouden dat verschillend kunnen ervaren. Of daar in meerdere of mindere mate toe zijn aangetrokken. En dat heeft natuurlijk weer te maken met, ja, je eigen ziel, zeg maar. Als je als toerist komt in een stad als, maakt niet uit wat, Budapest, Athene, Brussel. Je ziet de mooie gebouwen, je gaat naar het museum, je gaat lokale specialiteiten eten, je gaat naar bed. Maar je dringt op geen enkele manier door in die samenleving. Dat is op zich allemaal ook wel leuk als je van die mooie gebouwen houdt of van musea. Maar ik wil, dat interesseert me nu niet meer zo. Ik wil meer, ik wil doordringen in zo'n samenleving. Nou ja, laten we dat dan maar de ziel van de stad noemen. En ik zie dat nu eigenlijk als een vorm van verticaal toerisme. Dus je bent op dezelfde plek, maar je probeert dieper te gaan. Je bent op dezelfde plek als buitenstaander, maar je probeert er steeds meer van te begrijpen.